Gaan we nog kunnen winnen tegen Korea vanavond of niet? Ja, ja. Ja, tuurlijk wel. Waarom op welke basis baseert u dat wij nog gaan winnen tegen Korea? De vorige match nou, wordt niet overtuigd, maar momenteel wel. Gaat Korea winnen tegen België of ja! België? Nee, nee. Oh, nee! Dames en heren, we hebben net Fellaini bij ons. Fellaini, hoe zit de match in elkaar vanavond? Al een match in elkaar. Niet echt top. Ik ben wel goed bezig. Ik heb een paar keer de kop gemist. Centraal. Kan beter. Kijk, het zal nu nog 2-0 zijn. Kunnen we de match nog winnen tegen Korea? Zeker vast. Sowieso. Ik kan scoren. Dat met kop. Ja. 1 of 2 keer. Of gaat een Fellaini en Dries Mertens zijn? Het zal een voorzetje zijn van Dries Mertens. En ik kan hem binnenkopen. Sowieso. Okay. Goed. Als er een interview vol interview, dan mag wel een beetje overtuigd zijn. Wie gaat het winnen vanavond? Wie? De Rode Duivel! Wie gaat het scoren vanavond? Wie? Ja, wie? Welke speler? Brennen! Brennen gaat het scoren. Martens! Romelu Lukaku! Kom, jij kan salsa! Kan ik niet? Ik wil een rechts streepje! Dit is wat we moeten doen. Dit is de WK Babe 2015 Red Devils. Ze worden uitgehaald. We hebben ze vermoord. Korea, reisdag. Even onder een doos. Een bakje rijst, een bakje met water. Een vlier op. En alles. Wat nu doen? Wat nu doen? Wat overwinning? Wat nu doen? Een beetje drinken en dan slapen. Man. Ik ga springen. Springen. Winst starten. En kom, maar doen met een eigen zorgen. Dinsdag. Waarom doen dinsdag? Winst starten. 3-1. Bam, bam, bam. En ben ik kameel, hè? Of die noctopus, hè? Wat vind je van de baan vanavond? Geweldig, de Belgen hebben dat goed gedaan, Luther.